Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar Dit is mijn hobby. Het is vandaag natuurlijk weer net als altijd een hele bijzondere. Ik denk niet dat jullie zich thuis af hoeven te vragen waar deze hobby over gaat. We gaan nu aanbellen bij Martien en Ria. Dit is mijn hobby en deze meneer gaat er alles over vertellen. Kom met me mee. Zo staan. Hallo. Goedemorgen. Veronique. Leuk dat jullie hier zijn. Aandacht voor mijn hobby. Te gek. Prachtig. Dag, Ria. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ja, ik heb ze al zien staan. De ja, mooie. Ik heb ze klaargezet. Ja, want ja. Binnen gaat niet, hè? Daar zijn ze te groot voor. Ja, binnen staat vol. Hè. Vol. Er veel te veel eigenlijk. Maar de mooiste staan wat buiten, ja. Deze hebben pas trouwens. Maar binnen is niet in de huiskamer. Er staan kleintjes, mag ik aannemen. Of staan er ook zo groot in de huiskamer? Nou, iets kleiner wel, maar de modellen staan binnen ook. We gaan ernaast staan, dan zien de mensen thuis hoe groot ze echt zijn. Ja? Ja, fijn. Leuk. Ja, deze trekker hebben we pas een paar jaren. En die hebben wij regelrecht van een loonbedrijf kunnen kopen. En een man van een 80 jaar, die ging daar nog mee ploegen. Oh. Maar die is toen uit de tijd geraakt en toen hebben wij hem kunnen kopen. En dat hebben we gedaan en we hebben hem gespoten en opgeknapt. Het gras eruit. Hij is zelfs nieuw. Maar doet u er zelf ook nog landarbeid mee of iets? Nou, gebruikt nee, u hem nee, om nee, te nee, werken? Nee. Alleen voor het hobbymatig. Wij gebruiken hem dan als transporttrekker. Daar hangen we dan twee aanhangers aan. En dan gaan we ooit een keer bijvoorbeeld naar Panningen. Dat is eigenlijk het enige wat wij daarmee gaan doen. Dus met deze tractor gaat u naar Panningen. En hoe lang rijdt u daarover? Daar rijden we 4 uren over. En deze trekker die stond dit jaar helemaal in de belangstelling. Omdat die pas een maandblad had gehad. Een maandbladtrekker. En daar was hij de aandachttrekker van. En trekker, dus dat blad, die heeft dan ook daar een poster van laten maken. En die hebben wij daar in Panningen een paar honderd uitgedeeld. Dus dat was wel leuk. Nou zie ik daar een hele leuk, ik zou bijna zeggen schattige, ik ben een meisje. Die blauwe. Zullen deze we daar even naartoe? Nee, die kleine, die mooie. Oh, die ja, kleine. Die vind ik ook mooi. Ja, ja dit is ook een mooie. Dat is een type 9000. Dat is een Amerikaans model. Dit is eigenlijk een Amerikaan. Deze? Ja. Maar het model, dus kijk, in Amerika hebben ze dit type trekkers. En daar hebben wij er een van dan. Kijk, hoe zie je het al hoog, hè? Kijk. Het is ik bedoelde eigenlijk die hoor, die ik zo schattig vind. Ja, deze vind ik ook mooi, maar die ja, vind ik een soort van lief klein. Hoe oud is deze? Deze is van de jaren 40, 45. En die is ooit als petroleumtrekker uit de fabriek gerold. En daarna is er een dieselmotor ingelegd. En die heeft oorspronkelijk gelopen in Australië. En dat is eenvoudig, want in Australië daar is het warmer hier. En dan wordt die radiator, daar wordt een overdruk radiator van gemaakt. Anders zou je daar bij het gewone weer al koken. Nou wordt die onder druk gehouden en dan kunnen we mee rijden. En hij is dus vanuit Australië weer in de container naar Nederland gekomen. En via staat hij hier. Wanneer is hij naar Nederland gekomen? Of hoe lang heeft u hem al? 4 jaar geleden. Toen toch al. In een container, ja, we hadden er een stuk of 4 in. En toen hebben wij hem helemaal opgeknapt, gespoten en gedaan. En nou is het een mooie trekker. Martien, nou zie ik hier achter ons die Amerikaan. Ik denk dat de kijkers thuis natuurlijk ook wel heel erg graag willen weten. Hoe klinkt dat nou? Oh. Zou jij hem voor ons willen starten? Geen probleem.
Martien, nu zie ik hier de grote tractoren staan en die zijn allemaal stuk voor stuk heel bijzonder. Maar ik zie daar in mijn ooghoek een hele mooie kleine staan. Kun je daar iets over vertellen? Lopen we er gelijk even naartoe? Nou, de kleinkinderen die willen daar wel eens een keer een ritje mee maken. En dan even naar deze boerderij, dat gaat lukken. En dat is heel leuk. Het is tjoek, tjoek, tjoek. Het is een eencilindertje. 10 pk maar. Maar prima, leuk. En die gaan dan op dat bankje zitten samen. Ik wil hem wel even starten. Hij gaat hem ook even starten. Maar luister eens, Martien, voor de kijkers thuis. Mogen die kleinkinderen dan helemaal alleen met deze tractor de weg op? Nee, natuurlijk niet. Je komt ogen en ogen tekort, want die moeten daarop zitten. En dan moeten ze nog zorgen dat je ze vasthoudt. Dat kan niet. Dus maar mogen... de kleinste die wil wel sturen al. Ja. Ze mogen niet alleen. Dus ja, geen boze brieven dat de kleinkinderen alleen... Want dat mag niet. Martien, ga hem even starten. Ja, dat gaat. Bij zulke trekkers niet zo heel druk. Dat gaat niet, want die moeten even gloeien. Bijstaan. Ja, ik kom er even bij staan. Woehoe! Doei! We zijn zo terug. Tot 11:00. We zijn nu intussen aangekomen in de gezellige keuken van Martien en Ria. Ik heb al heel wat foto's mogen zien en de kijkers thuis gaan zo ook wat mooie foto's natuurlijk ervan zien. Jij vertelde mij ook, Martien, dat bij sommige tractoren zit wel een heel bijzonder verhaal. Hè, zoals deze oude. Vertel eens, Martien. Ja, precies. Die trekker die lag daar weg te rotten achter de schuur. Bij een familie in Meeuwen. En uiteindelijk hebben wij die dan toch kunnen kopen. Laat even aan de kijkers. En we hebben er bijna een nieuwe trekker van gemaakt. En rijden en helemaal goed. Dus dan komt iets toch goed terecht, vinden wij dan. Sommige mensen denken er anders over. Die laten zo'n trekker gewoon ter plaatse wegroesten. En dat vinden hun dan leuk. Dat is de nagedachtenis wel ik van degene die het erop gereden heeft. Ik vind het natuurlijk niet zo interessant. Het is toch ongelooflijk dat je zo'n mooi exemplaar zomaar in de tuin laat staan. En we doen er dan maar niks mee. Een soort nagedachtenis ter ere van, in die zin? Van de oud-eigenaar dan. Het is een serieus verhaal, maar het is gebeurd. Ja. Maar ik heb het ooit gezien, er zijn ook trouwfoto's die... voor deze trekker gemaakt zijn. Sommige mensen vinden het toch leuk. Ja. Ik kan me er iets anders bij voorstellen dan. Ik ook. Nu zien we hier het magazine liggen. De Trekker magazine. Ja. Je vertelde dat over een aantal weken is er in Biddinghuizen een... een grote show. Op Walibi. En dat gaat dan uit van dit blad. Om te promoten dan. En het is de bedoeling dat wij daar met deze trekker naartoe gaan, omdat hun daar ook aandacht in hebben geschonken in dat blad dus. Bovendien hebben ze bij dat blad een poster bijgesloten. En daar hebben wij er in Panningen op de show dus een paar honderd van uit kunnen delen. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is super interessant. Ja. Ik denk ook als hobbyist, hè, want de kijker kijkt naar dit is mijn hobby... Als je zo met je hobby ook naar de buitenwereld toe kan gaan, want een show in Panningen, dat is nogal niet iets. Hoeveel uur in de week ben jij met je hobby bezig? Nou, tegenwoordig valt dat mee, omdat onze trekkers eigenlijk klaar zijn. En ik zoek het eigenlijk niet om nog meer trekkers te halen, want het is niks als kosten en kosten. En weet wat er is, als je de op een optelsom maakt van de trekker plus de onderdelen, en dat geld dat kunnen nooit meer terugbeuren. Dus je bent bezig met iets van niks eigenlijk. Maar
alle hobby's kosten geld. Alle hobby's kosten en geld. Ik weet ook dat je kleinkinderen, je mag even vertellen hoe ze heten. Dat is natuurlijk wel leuk voor de meiden. De oudste die heet Lisa, die wordt nou dadelijk 6 jaar. En de andere is Laura. En die wordt in december 4 jaar. Nou heb je dan 2 meiden, maar die meiden zitten gewoon heel gezellig samen op die tractor. Ja, die willen ook met deze tractor meerijden. En dat vinden ze erg leuk. En die jongste, die kan zelfs al sturen, vindt ze. Dus nou ja, oké. Okay. Nou, te gek. Wij laten dit zo even zien in het magazine. Je doet het niet zoveel meer, tijd besteden aan die hobby. Ze staan hier allemaal. Je hebt een zoon en zijn hobby is het ook. Is het de bedoeling dat hij jouw hobby gaat overnemen? Dat is de juiste woord, ja. Het is de bedoeling dat mijn zoon er in de toekomst verder mee gaat. Leuk was natuurlijk ook een klein zoon te hebben. Maar misschien zit er in de gaten komen, maar dat zou een grote verrassing zijn natuurlijk. Maar dat weet ik niet. Dus over een paar jaar komen we gewoon terug met dit is mijn hobby. En dan met de zoon of... Ja, met mijn zoon dus, ja. Maar die zit bij mijn grote aannemerfirma en die heeft echt druk. Want die is morgens om 5 uur uit de weer. Hè. En die komt s'avonds eens een keer terug. En dan komt die s'avonds wel eens hier. Maar dan moet je geen tijd, hè, geen tijd. Zaterdag is je er wel, zondags. Ja. Ja. Gaat druk zijn met en een drukke baan en een gezin. Heel druk, ja. Dat weten de kijkers thuis ook. Het is een hobby, dus daar kan je niet 40 uur in de week mee bezig zijn. Er is ook een privéleven en daar probeert Martien gewoon een goede balans in te vinden. Ja. En zeker ook je zoon. Kijk, en deze trekker die stond destijds in Engeland, tientallen jaren. En die had die eigenaar waar wij van gekocht hebben geruild... tegen 7 kleine lammeren. Dus zo weinig is zo'n trekker waard. En toen heeft hij hem naar Nederland gehaald en daar hebben wij hem de slotverrekening van gekocht. En hij staat bij ons in de showroom. Mogen wij en de camera mee om die te gaan zien? Geen probleem. In de showroom. Geen probleem. We nemen de kijkers mee en wij natuurlijk ook. Dankjewel, wat een galante man. Ja, natuurlijk. Wat gaan wij nu zien? Wij gaan nu weer zien een tractor van bijna 100 jaar oud. Van het type F. En dan moeten we eigenlijk vergelijken bij een auto met een T-Ford. Er zit ook eigenlijk dezelfde motor in, dezelfde techniek. Dus u zegt het is een type F, vergelijkbaar met de motor van een T-Ford. Juist. En die zit hier dus in, alleen bij een T-Ford is dat natuurlijk allemaal anders. Maar hier is daar een tractor van gemaakt. En er zijn er misschien wel 1 miljoen van gemaakt. Ja, in Engeland, in Amerika dus. Het is typisch een Amerikaanse tractor uit de tijd van Henry Ford. Ja. Geweldig. Benzine, petroleum en 45 liter water en rijden maar. Ja, helemaal goed, ijzerwielen. Verboden ermee op de straat te komen, want het schiet allemaal niet op natuurlijk. Hoe is die hier gekomen dan ooit? We hebben hem nog pas een maand geleden gehaald in Friesland, in Lemmer. En daar heeft hij nog gewerkt zelfs, in de Noordoostpolder. Na de droogmakerij dus. Hij heeft gewerkt in Lemmer, in de maar wat heeft hij daar dan gedaan met gewoon die ijzeren wielen? Boerenwerk. Gewoon op het land, altijd op het land gewerkt. En nou staat hij hier gewoon zijn oude dag door te brengen. Als je nou zegt van, er is een kijker helemaal gek op, zou je hem verkopen? Nee, dat niet. Met die bedoeling hebben wij hem dus niet aangeschaft. Hij is trouwens van mijn zoon. Maar in ieder geval, we hebben nog zijnzelfde exemplaar. Eigenlijk nog authentieker. Kijk, deze heeft een andere ontsteking, maar die heeft een nog veel oudere ontsteking. Ook nog veel kwetsbaarder. Maar die trekker hebben we ook. We hebben dus 2 van deze modellen. Mooi. We gaan naar wat anders kijken, denk ik. Ik zie van alles. Wat wil jij de kijker graag nog laten zien? Ja, in de showroom kijken. Martien, jij neemt ons nu mee in jouw prachtige showroom. Is misschien ook leuk voor de kijkers thuis.
Mocht jullie nou thuis denken van ik wil dit allemaal zien, dan ben je van harte welkom bij Martien. Zijn e-mailadres verschijnt dadelijk onder in beeld. Dus stuur Martien een e-mailtje en hij ontvangt u hartelijk. Martien, wij lopen even naar deze. De Ford Tractor Leads In. Inderdaad, dit is een Ford Tractor jubileummodel zelfs, gemaakt in 1953. En die Golden Jubileum, dat slaat op het 50-jarig bestaan van de fabriek in Amerika. Dus Detroit is dat dus. Hè. En de eerste tractor, die hebben wij daar ook staan. En dit is dan de 50-jarige. En daarvoor is deze. Hier zijn er honderdduizenden van in Nederland verkocht. Deze veel minder. En het was zelfs zo dat deze trekkers soms oranje of blauw geverfd werden. En dan leken ze dus op een Ford Dexta. Dus eigenlijk trukten ze een klein beetje dan de marge om hem een ander kleurtje te geven. De handel een beetje voor de gek. Maar deze komt uit België. Het staat er ook nog op. Plasman, dat is een handelaar. En, maar een hele fijn trekker, 40 pk, een sterke tractor voor toen de tijd. Mogen Lisa en Laura hier ook op rijden? Ja, rijden. Klaksoneren. En een stukje wordt in links en rechts. Maar kinderen die moeten daar niet aan wennen eigenlijk. Hè. Dat is levensgevaarlijk. Maar het zijn wel stoere meiden, zeg. Ja, ze doen het wel. Ja. Ja, ja, ja. Nu zie ik achter jou de blauwe staan. Dat is er. Die lijkt, of tenminste voor mijn oog, is dat hetzelfde als wat buiten stond? Inderdaad, deze had de bijnaam de blauwe reiger. Waarom, dat weet ik niet precies, omdat hij zo hoog op zijn poten stond misschien. Maar deze trekker die komt ook uit Engeland, bijna Schotland. Die komt uit Kendal, dat ligt tegenover de eiland Man. Maar wat is het verschil tussen deze drie? Ik zie daar ijzeren banden, iets anders. Is dat het verschil? Nou ja, deze trekker die loopt eigenlijk alleen maar op benzine. Dit is benzine petroleum. Mm-hmm. En die trekker is zo apart, omdat we die eigenlijk, dat is eigenlijk een samenraapsel van onderdelen. Een eigen bouwsel dus een beetje? Nou, dat niet helemaal. Want we kunnen daar hierop zien, zo die trekker hier binnenkwam. Dat leek net als dat je onder de trein had gezeten. Oh, nee, die was in een ongeluk geweest of zo? Nee, dat is gewoon het bruikbare deel eraf gehaald, verkocht. En dan houdt er niks meer over natuurlijk. Maar van het restant hebben wij toch weer een trekker gemaakt. En hoe lang bouw je daar dan over? Dat ligt er al net aan wat de onderdelen voor het grijpen liggen natuurlijk. Maar deze trekker, die moeten met de hand starten, die kunnen elektrisch starten. Dat is een heel aparte ceremonie bij zo'n ding. Ik wil hem wel even starten. Ja, gezellig. Moet ik erg ver uit de buurt dan? En hiermee komen we weer tot een einde van een prachtige rondleiding in Martien zijn wereld tractoren. Martien, hartstikke bedankt voor je gastvrijheid en natuurlijk je lieftallige vrouw Ria. Jullie ook bedankt. Wilde jij nog iets tegen de kijkers zeggen? Altijd een keer langskomen in de buurt, even komen kijken naar onze tractoren. Dus, tot kijk. Eerst een mailtje sturen naar Martien. Dank jullie wel.